Welkom bij Leeuwarden Actueel van maandag 26 juli. Afgelopen vrijdag was de Vliegende Spotbrigade in de Wielenpolen. Er werd gevoetbald, er hing een volleybalnet en sommige begeleiders waren aan het basketballen. Helaas was de opkomst van de jeugd niet zo groot, maar het werd evengoed een gezellig festijn. Deze week is het onderwerp de klimwand. Morgen is de Vliegende Spotbrigade op het veld van de basisscholen in Zuiderburen. Vorige week maandag is de vloerplaat van de ondergrondse vuilcontainer in de Eikenstraat vervangen. Tevens is er een bord geplaatst waarop staat dat de afval niet buiten de container mag staan. Op overtreding staat een forse boete. Maar de gemeente meet weer eens met twee maten. De oude vloerplaat ligt na een week immers nog steeds naast de container. Op meer plaatsen in de wijk is dit het geval. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of... Spannende gevechten in de Tienje, een vreemde stad op de Pikmaar en een wilde finish. De eerste wedstrijd van de SKS bij Grouw zorgde tot op de eindstreep voor spektakel. Pieter Meter van Bolzwart won de wedstrijd dankzij constant zeilen. Grouw finishte als tweede net voor Heerenveen. Leeuwarden stelde teleur met een zevende plaats, evenals Huizum die op de laatste plaats eindigde. Zo'n 20.000 mensen keken vanaf de oevers en bootjes toe. Ongeveer 10.000 mensen volgden de wedstrijd via internet. Uit een enquête van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de Nederlanders slecht zijn voorbereid op een rampsituatie. Ze hebben te weinig middelen in huis om minimaal 3 dagen op eigen kracht te kunnen overleven. Vandaag gaat een nieuwe campagne van start. Denk vooruit. Deze actie zet de Nederlanders aan om zelf een noodpakket samen te stellen. In het juli-nummer van Donald Duck Extra wordt een artikel gewijd aan de Oldehoven. Deze wordt vergeleken met de Toren van Pisa. Mercurius vroeg de boekhandelaar of deze uitgave in Leeuwarden meer verkocht werd dan voorgaande uitgaven. Nou, dat is even afwachten. Misschien naar aanleiding van dit item op Mercurius. Het zal vooral zijn mensen die dan in historie en specifiek de Oldehoven geïnteresseerd zijn, die zullen dat ongetwijfeld aan willen schaffen. Meneer Balk, hoe komt de Oldehoven in de Donald Duck? De Donald Duck die heeft een speciale uitgave en dat gaat over de woudlopers, dus een beetje de padvinders. Hebben ze allemaal tips en waarschijnlijk ook wat aardige reistips. Maar je kan bijvoorbeeld ook erin lezen hoe je een kampvuur moet maken. En een van die reistips dat betreft dus de Scheve Toren in Leeuwarden, de Oldehoven. Ja. Zo staat hij met een verhaaltje achterin de Donald Duck Extra van augustus. En het grappige of opmerkelijk aan het verhaaltje is dat toen die Oldehoven gebouwd werd, is hij op een gegeven moment is de bouw gestaakt omdat ze geen goede grip op de ondergrond konden krijgen in 1576. En daar staat dan in het boekje, de boel is gestaakt na een storm, einde van de toren, vraagteken, nee toch niet. In 1997 begon men met het restaureren. Nou ben ik inmiddels al meer dan 60 jaar en bij mijn beste weten heeft de Oldehoven toch altijd weliswaar scheef maar overeind gestaan. Er zijn wel eens een paar stenen afgevallen, maar echt een kapotte Oldehoven hebben we nog nooit gezien. Yeah? De strips, zitten die nog net zo in de lift als vroeger? Worden er nog steeds heel veel van verkocht of ziet u daar toch ook wel een kentering in? Nee, daar is natuurlijk wel een kentering in gekomen. Hè. Sinds, het is al een aantal jaren hoor. Ik denk wel al meer dan 15 jaar eigenlijk. De eerste video en daarna tv of die computerspelletjes. En natuurlijk internet speelt ook een rol mee. En de interesse van de jeugd. De striplezers, dat is nog steeds de groep, ik noem het altijd maar met een mooi woord, oudere jongeren. Dus zo'n beetje vanaf een jaar of 40 die nog steeds hun series volgen. Dus de aantallen zijn belangrijk minder geworden. Maar er is altijd nog wel een bepaalde interesse voor. En bijvoorbeeld met die Donald Duck heb je toch nog heel veel. Zie je dat vader de Donald Duck las en de kinderen ook. Want die Donald Duck die bleef in het gezin. Ja, okay. Bedankt.
was Leeuwarden Actueel van maandag 26 juli. Tot ziens!